De komende 3 dagen nemen we een kijkje bij Health Innovation School in het Radboud te Nijmegen. Hier worden presentaties en trainingen gegeven. Wat deze dagen inhouden, gaan we ontdekken. There is a special team today here. Nathalie is at the background. Zij is namelijk de journalist die vanuit het multimedia team vanuit organisatie Plurijn vandaag beelden zal gaan maken. Kun je jezelf even voorstellen? Natuurlijk. Mijn naam is Karen van Ruiten. Ik ben nu deze dagen bij de Health Innovation School als mede-organisator. Wat is de reden dat je hier aanwezig bent? Ik vind zelf en ook vanuit het ministerie van Volksgezondheid vinden we innovatie heel belangrijk. Omdat we denken dat er nog heel veel dingen veel beter zouden kunnen. Dat er onwijs veel goede ideeën zijn in het land om die zorg en de gezondheid verder te verbeteren. Kun je jezelf even voorstellen? Ja, natuurlijk. Ik ben Robin Hooyer. Ik ben design thinker bij Reshape. Wat is de Health Innovation School en waarom is het opgericht? De Health Innovation School is een samenwerking tussen het ministerie van VWS en Reshape. En het is opgericht om eigenlijk de nieuwe toekomstige leiders van de zorg op te leiden. Zijn er dingen die je zelf hoopt mee te nemen naar deze dagen? Jazeker. Voor mij is het namelijk ook weer een echte leerschool. Het is ook niet dat ik alle kennis in pacht heb. Ik denk dat we dat niemand dat als individu heeft, maar dat we daar juist deze groep voor hebben. Dus ik hoop heel veel te leren van deze groep. Ook gewoon leuk. Het zijn allemaal mensen die met veel energie met innovatie bezig zijn.